Dus kom op je matje staan, je voeten op de breedte van je schouders, je gewicht een beetje naar achter. En neem even de tijd om helemaal aan te komen in je lichaam. Om te voelen, dat is hier dat ik ben. Ik voel mijn lichaam, ik voel mijn voeten, mijn benen, twee benen, twee armen, een romp, een hoofd. En adem een paar keer diep in en uit. Je kan zuchtend uitademen. En we komen in ons lijf door benen te activeren, bekken te laten draaien en wervelkolom te laten draaien. Niks forceren. Gewoon voelen hoe ver kan mijn wervelkolom draaien. Waar draait het soepel, waar draait het minder soepel. En stuur vooral met de onderkant en laat de bovenkant meebewegen. Dus ga zeker niet trekken op je hoofd en je nek. En laat dan die beweging stilvallen. Je gewicht goed naar achter, hef en spreid de tenen. Plooi je knieën een beetje en dan zwaaien we de armen. Adem in, armen komen naar boven, adem uit, armen vallen naar beneden. En hou je gewicht naar achter. Je zal geneigd zijn om naar voren te willen komen, maar doe dat niet. Laat je gewicht naar achter, hou de voorkant van je lichaam lang en open. En geef je lichaam de tijd om nog meer open te komen, warmer te worden. En dan kan je vanuit je heupen, uit je liezen, kom je naar voren en beneden. Maar je blijft je gewicht in de hielen houden. Hou de controle. Kracht in je benen. Goed de knieën plooien. En laatste keer. Kom terug recht. Observeer even je ademhaling, je hartslag, het ritme van je lichaam. En we zitten nog altijd in het thema van de zonnegroet. En de zonnegroet is eigenlijk een goede manier om Hans je lichaam te plooien en te strekken, te verlengen in alle richtingen. En zoals ik al zei, is het wel vrij complex om dat te doen. Dus we gaan dat proberen na te bootsen. Maar op makkelijker manieren. Door ons lichaam op allerlei manieren te activeren. Het eerste wat er geactiveerd wordt is de benen. Dus we gaan daar starten. En je gaat een beetje breder staan. Voeten op schouderbreedte. Hef en spreid de tenen. En je probeert sowieso je abdomen lang te houden. Okay. Dat is ook de reden waarom dat we in een zonnegroet die op een inademhaling de armen naar boven laten komen en borstkas wegheffen van bekken met actieve benen. En bij het uitademen komt dat terug. Dus we gaan dat een paar keer doen. Je kan dat doen op je eigen ademtempo. En het is belangrijk dat je met gewicht in de hielen blijft en je die benen activeert. Dus je duwt je hielen naar beneden, je schroeft ze een beetje naar buiten. Buitenzijde van je heupen zijn actief. Je kan zelfs proberen om de zitbeenknobbels een beetje uit elkaar te bewegen. En je verlengt je ganse romp. Daardoor wordt de bekkenbodem eigenlijk vanzelf uitgenodigd om actief te worden. Hou ook je hals open, dus laat je kin zeker niet naar beneden vallen. Hou die open. En op een inademhaling komen de armen naar boven. Schouders blijven laag. Hou ze in een grote V, dus niet te nauw, want anders ga je de schouders optrekken. Uitademen. Armen komen naar beneden.
En het is een beetje alsof je door water beweegt, je duwt ze naar beneden. Dus dat is een soort actie die je daar ervaart. En doe dat een aantal keer naar elkaar op je eigen ademtempo. Dus ja, op het einde van je inademhaling ben je boven. En op het einde van je uitademhaling zijn de armen terug beneden. Je houdt de benen actief, romp en wervelkolom lang. En je kan, als dat lukt, kan je een kleine achterwaartse buiging toevoegen hier door je borstkas nog wat verder te heffen, benen nog meer te activeren, abdomen te verlengen. En met uitademen kom je terug. Nog een paar keer. Oké, dan hou je die lengte. Je gewicht komt nog meer naar achter. Je begint je knieën te plooien, heupen te plooien. En je komt naar achter en beneden met je bekken. Alsof je zou zitten op 3 blokjes of zo. Als je kan, dan mag je nog een beetje dieper komen. Zodat je dijbenen horizontaal komen. Dus je kan daarin kiezen. En verplaats je gewicht een beetje naar links. Zet je linkervoet een beetje naar buiten. Duw je knie open. Gewicht blijft in de linkerhiel. En dan draai je met je navel naar rechts. Probeer je linkerflank te verlengen. Gewicht blijft in de hielen. Inademen, kom daar een beetje uit. Hou je gewicht in de linkerhiel. Uitademen. Linkerbeen duw je meer naar buiten. En de knie naar achter. Verlengt je wervelkolom. Draai met je navel naar rechts. Inademen. Nog een laatste keer. Verleng, verleng. Uitademen. Buitenzijde linkerbeen. Activeren. Navel naar rechts draaien. Kom terug naar het midden. Duw op je beide hielen en kom recht staan. Geef je lichaam even de tijd. Als je onmiddellijk ontspant en je focust op je linkerheup, linkerbeen, linkerabdomen, dan kan het zijn dat je daar intern bewegingen begint te voelen. Een soort effect van de intensiteit van de houding. Hou die beweging niet tegen. Het is een beetje het na-effect van de houding. Het is alsof je een steentje in het water gooit. Dan krijg je kleine golfjes. Tot aan de rand van het meer. Oké. Gewicht naar achter. Adem in, arm komen naar boven. Benen actief. Plooi je knieën, laat je armen naar beneden komen. En we doen de andere kant. Verplaats je gewicht een beetje naar rechts. Draai je rechtervoet een beetje open, zodat je meer ruimte hebt om die knie naar rechts en naar achter te duwen. Je rechterheup te openen. En terwijl je dat doet, verplaats je gewicht naar je rechterhiel. Draai je navel naar links. De buitenzijde van je rechterheup wordt extreem actief. Inademen. Kom daar een beetje uit. Uitademen. Duw je rechterknie naar rechts. Navel draai je naar links. Verleng je rechterflank. Reik met je rechterheup naar achter. Inademen. Laatste keer. Uitademen. Actief been. Torsie. En duw jezelf recht. En observeer het effect aan de buitenkant, maar ook aan de binnenkant van je systeem. Vind ook je adem terug. Oké. Je linkervoet naar voren, je rechterknie naar achter op de mat. Je kan eventueel je mat dubbel vouwen. Of je kan een blokje steken onder je scheenbeen. Zodat je je knie geen pijn doet. De druk van de knie op je mat mag niet pijnlijk zijn. Duw de tenen van je achterste voet in de mat. Activeer je rechterbilspier. Duw je rechterheup naar voren en beneden. Dus je rechterbilspier wordt
Heel actief. En je begint een beetje stretch te voelen aan de voorzijde van je heup en je abdomen. Maar je houdt je bijlspier actief. Je kan daar je hand op plaatsen om te blijven voelen. Als je je hand daar legt, dan is dat makkelijker voor je brein om te weten waar je actie moet steken. En de voorzijde probeer je lang te houden. En activeer, activeer, activeer. Je komt steeds verder naar voren. Op de voorste voet probeer je de tenen te ontspannen. Diep doorademen. Door het ademen creëer je variaties en leg de torsies binnenin. Check ook even je achterste voet. Zorg dat die recht naar achter is. Oké, kom daar een beetje uit. En dan gaan we er terug in. Je komt naar voren, naar beneden. Activeer je achterste bijlspier, gluteus maximus. En hef je knie op. Duw je hiel naar achter. Probeer je been te strekken. Je mag steunen hier op je linkerknie om je balans te houden. Eventueel met twee handen, hè, zodat je borstkas weg kunt houden van je bekken. Maar je activeert je achterste been. Dus uit alle macht duw je je rechterbekkenhelft naar voren. Als je nu niks voelt van warmte, dan doe je iets fout. Oké, zet je rechterknie terug neer. Verleng je rechterarm. Rechter oksel ver weg van je bekken. En nu ga je je navel naar links draaien, in de richting van je voorste been. Met je rechterhand op je linkerknie. Linkerhand op je linkerheup hier. Oké, zodat je in een flinke torsie kunt komen. Dan inademen, verlengen. Met het uitademen activeer je achterste been. Probeer je achterste been te strekken en dieper in de torsie te komen. Zonder dat je linkerheup naar links uitwijkt. Dus je gaat je linkerheup duwen in de richting van je rechterhiel. Met je linkerhand kan je duwen naar beneden, rechterhand duwen tegen die knie. Om dieper in de torsie te komen. Diep in en uit. We blijven hier. Laat de handen los. Kom naar voren. En draai in de andere richting. Met je rechterhand neem je de binnenkant vast van je rechterdij. Je rechterbil hier. Dijbeen. Linkerhand ga je trekken aan je rechterheup. Diep in de torsie. Probeer je achterste been te strekken. Rechterbilspier actief. Oké, laat dat los. Armen komen naar boven. En kom naar voren. Reik ver naar voren. Kom met je romp naast je linkerbeen. Zet je twee handen neer. Plooi je rechterknie. Oké. We zijn er bijna. Zodat we hier zijn, activeer je achterste been. Dus je duwt met je rechter bilspier naar voren en beneden. Plooi je linkerknie. Hou je linkerknie gebogen. Duw met je bilspier naar voren. Diep doorademen. Voel de stretch in je rechter dijbeen. En je probeert met de kracht van je been je hiel tegen je billen te duwen. En ontspan. Je linkervoet komt naar achter. Observeer even het verschil tussen beide heupen. En draai voorzichtig cirkeltjes met je bekken. Gewoon om het verschil in ruimte in je linker en je rechterheup te voelen. De ganse rechterheup, de ganse gewricht, al die spieren werden uitgenodigd om heel hard te werken. Dan kunnen ze weer ontspannen, plaatsvinden en mobiliteit vinden. Dus je kan ook cirkeltjes draaien in de andere richting. Oké, en dan zet je je rechtervoet naar voren. Je linkerbeen is nog naar achter. En we starten met de eerste versie. Dus het blijft belangrijk om je heupen in balans te houden. Dus probeer zeker altijd die voorste heup
in de richting van je achterste hiel te duwen. Zodat de buitenzijde van je heupgewricht hier, gluteus medius, zijkant van je dijbeen, actief blijft. En je linkerbelspier, je kan je hand erop plaatsen, zodat die actief wordt en duw met de kracht van je tenen, van je been, van je bil, je linkerbekkenhelft naar voren en beneden. Probeer de tenen van de voorste voet ook ontspannen te houden. Diep doorademen. Hou actie, je linkerbelspier. En zolang er actie is en je voelt dat je de voorzijde kunt ontspannen, kan je verder naar voren en beneden komen. Je kan eigenlijk zelfs je voorste voet onder je trekken, waardoor je nog dieper komt. Je houdt lengte in de voorzijde van je lichaam. Oké, nou, kom je daar een beetje uit. Even ontspannen. Dan activeren we weer dat linkerbeen. Krachten strekken. Proberen te strekken. Je bilspier activeren. Je knie heffen. Je achterste been. En je voet in balans houden. Achterste voet. Laat je niet naar buiten sikkelen. Voel die bilspier. Probeer die maximaal op te spannen. Oké, en laat je knie terug landen. Linkerarm komt naar boven. Maak je linkerflank lang. Kom in een torsie. Dus je draait je navel eerst naar je rechterbeen. Linkerhand komt voorbij je rechterknie. Rechterhand komt op je rechterdijbeen. Oké. Dus je komt in die torsie en dan ga je je achterste been strekken, activeren, bijlspier activeren en in de torsie blijven. Dus ook als je je achterste been kunt strekken, blijf die bijlspier, die linkerbijlspier, opspannen. En dan kom je naar voren en draai je in de andere richting. Linkerhand neemt binnenzijde. Adductoren van linker dijbeen vast. Kom terug naar het midden. Armen komen naar boven. Reik ver naar voren. En je komt met je romp naast je rechterbeen. Dus je rechterknie duw je een beetje open. Linkerbeen krachtig gestrekt. Voel de kracht in je rechterheup. Zet je handen neer. En ontspan je achterste been. Vind je adem terug. Je kan een beetje naar voren en naar achter bewegen. En dan ga je opnieuw je linkerbeen activeren. Linkerbilspier activeren. Dus voel die linkerbilspier. Vind kracht in die bilspier. En dan je knie plooien. Knie plooien, bilspier activeren. En voel met je eigen, in dit geval is het makkelijker met je rechterhand. Voel die bijlspier. Probeer die naar voren te duwen. Bij mij is die duidelijk een heel stuk zwakker. Dan moet ik echt mijn best doen om iedere keer opnieuw te duwen. Je kan dat zelfs een beetje gepulseerd doen. Naar voren duwen. Vanuit de achterkant van je heup. En probeer ondertussen je hiel, linkerhiel tegen je linkerbil te duwen. Oké. En kom eruit. Plaats je rechterbeen ook naar achter. En observeer opnieuw wat er gebeurt in je heupen, je bek, je onderrug en draai kleine cirkeltjes. Eerst in één richting en dan straks ook in de andere richting. Wat er ook gebeurt in een zonnegroet is dat we in de richting van een plank bewegen. Dus laat ons daar eens naar kijken. Om de benen een beetje rust te geven, kunnen we de armen activeren. Nu, de hoge plank is relatief eenvoudig. En om die te doen, zet je
je handen onder je schouders. Laat toe dat je vingers een beetje naar buiten gedraaid zijn. Dus niet recht naar voren. Het is anatomisch makkelijker om je vingers naar buiten te laten wijzen, omdat de radius, het binnenste been, is meestal iets langer dan de ulna. Dus als je dan die draaiing respecteert, dan is dat makkelijker. Zeker ook je handen niet te nauw bij elkaar zetten. Je knieën die zitten onder je bekken. En begin eens met die knieën uit elkaar te duwen. Maar even de buitenzijde van je heupen activeren om een release te krijgen, een ontspanning te krijgen aan de heupbuigers, die op psoas, aan de voorkant van je bekken. En als je dat een aantal keer naar elkaar doet, dan merk je vanzelf dat je je abdomen en je onderrug kunt verlengen. Oké, en dan in die positie met een lange onderrug. Er is daar, je abdomen is lang, je onderrug is een beetje hol. Dan ga je je benen strekken naar achter en op de tenen steunen. En je draagt nu je gewicht op de bal van de voet en op je handen. Draai je ellebogen een beetje naar binnen, zodat de binnenkant van je elleboog naar voren wijst. En je schouders laag blijven, weg van je oren. En duw je hielen krachtig naar achter. En je maakt zo een zo recht mogelijke lijn. Oké, okay. Open ook je hals. Je blijft gewoon even zo staan. Diep ademen. Duw je duimhuis naar beneden, duim, wijsvinger, kneukel van de wijsvinger en de andere drie vingertoppen. En plooi de knieën en breng je bekken een beetje naar achter. Zodat gewicht wegkomt van je armen. Dan gaan we eens focussen op de armen in de richting van een lage plank. De makkelijkste versie om te doen. Even draaien. Wat is de bedoeling van de lage plank? Lage plank heeft als doel serratus anterior ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk de moeilijkste houding om daarin te doen. Dat is de grap ervan. Dus je kan zoveel fouten maken dat je eigenlijk veel andere spieren kunt gaan gebruiken in plaats van de serratus. En als je dat doet, dan ga je eigenlijk de gewone houding van schoudergordel en borstkas, die geneigd is om in te vallen, schouders die naar voren komen, kin en hals die verkorten, dus niet de kin, maar de hals die verkort, die houding ga je eigenlijk nog meer veroorzaken. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je iets activeert waardoor dat de borstkas gehoffen wordt, weg van het bekken. Dat is serratus, als de schouderbladen vaststaan. En dat de schouderbladen naar beneden en uit elkaar komen. Dus onderste schouderblad, punt, schuift helemaal naar voren. Dat is eigenlijk de bedoeling van die chaturanga. En dat kan alleen maar als de ellebogen precies boven de polsen zijn. Dus als je die houding aanneemt terwijl je zit, je schouders duwen, of laat je naar beneden komen, beter, trek ze niet naar beneden, je ellebogen naar binnen, polsen een beetje naar buiten, en dan, terwijl dat de borstkas ver weg blijft van je abdomen, dus je heft je borstkas, kan je je handen een beetje naar voren duwen, ellebogen een beetje naar binnen. In die houding zou je moeten terechtkomen. Oké? Als je die houding aanhoudt, en we proberen die te kopiëren, dan gaat dat in deze richting. Dus je handen zijn iets breder dan je ellebogen en je duwt je ellebogen naar binnen. De binnenkant van de elleboog wijst recht naar voren. Abdomen is lang, borst beweegt in de richting van mijn hoofd en mijn hals blijft open. Knieën een beetje naar buiten duwen, zodat mijn abdomen nog meer verlengt. En dan, terwijl de knieën op de grond blijven, probeer je ellebogen blijven hier boven de enkels heen zijn. Ik denk dat ik te veel zuurstof verloren ben deze ochtend in de freedive training. De elleboog blijft boven de pols. Goed zo, Bart. Basis anatomiecursus gaan volgen. Dus je ellebogen naar binnen duwen. En de bedoeling is dat die elleboog daar blijft en dat je dan zo je bovenarm parallel
dus evenwijdig aan de grond probeert te brengen. En je brengt je borstkas zo ver mogelijk naar voren. En dan kan je je kin laten landen en je borstkas laten landen. Oké. Okay. Je ellebogen naar binnen. En probeer jezelf terug te heffen. En terug te keren. We gaan dat nog een keer proberen. Het kan zijn dat je ergens halverwege al moet stoppen. Dat is niet erg. Je beweegt gewoon zo ver naar voren als dat mogelijk is. En je probeert ook op een goede manier te landen als het nodig is. Dus je draait je ellebogen naar binnen. De handen blijven plat. Dus ook de kneukel van de wijsvinger duw je krachtig naar beneden. En dan reik je naar voren. Je sleept je bekken mee, maar je bekken blijft een beetje achter. Lang. Ellebogen naar binnen, dicht bij je lichaam. Totdat je borstkas, of je bovenarm, horizontaal is. En dan keer je terug. Oké. Ontspan. Het is niet zo simpel om die oefening goed te doen. Dus gaan we een paar oefeningen doen om dat wat makkelijker te maken. En we kunnen dat doen met een soort plank. Kom daarvoor neerliggen. Je benen lang, je wreven, je voeten gestrekt. En dan duw je je tenen een beetje in de mat en je bekken een beetje in de mat. Maar dat is wat je doet als je je benen activeert. Dan de positie van de armen is zo dat je de ellebogen onder de schouders plaatst. En de juiste afstand is eigenlijk als je met de wijsvinger en de duim haak je aan de binnenkant van de elleboog. Aan twee kanten. Dat is eigenlijk de juiste afstand waarop je de ellebogen gaat neerzetten. Nu, het probleem is, als je de ellebogen neerzet, dat de huid van de elleboog kan rollen. Dus als je zo neerkomt, en dan ga je de onderarmen evenwijdig plaatsen aan elkaar, dan moet je de armen even opheffen en een beetje dichter bij elkaar zetten. En dan duw je ze naar buiten, en dan rolt dat over de huid zo, naar buiten. Moet dat maar eens proberen. Ellebogen onder de schouders. Ellebogen van naar binnen. En dan duw je die ellebogen naar buiten. Zodat de huid van de onderarmen niet meer verder kan bewegen. Zodat je je ellebogen niet uit elkaar kan duwen. En in die positie, je handen kijken naar elkaar. Onderarmen zijn evenwijdig aan elkaar. In deze positie activeer je de benen. Dus je strekt de benen naar achter. Duwt je tenen en je wreef in de mat. Knieën komen weg van de mat, je bekken duw je in de mat, je heupen uit elkaar. En dan ga je je ellebogen een beetje naar je toe bewegen, naar binnen. Zodat de polsen geneigd zijn om naar buiten. En dan duw je de elleboog ook naar beneden. Waardoor dat je borstkas wegbeweegt van de mat. En je kan dat een paar keer doen. Benen activeren, elleboog naar binnen, naar beneden. Ze naar binnen, je draait ze naar binnen en duwt ze naar beneden. Schouderbladen worden breder. Nu, je kan dat ook doen terwijl je je borstkas laat inzakken. Als je dat doet, dan kan je ook je schouderbladen laten bewegen over de romp van achter. Maar dat doe je niet. Dus daarom dat je de elleboog probeert onder je te trekken. Als je dat doet, doe dat maar eens, dan kan je je abdomen verlengen. Nu, om dat te voelen, gaan we in plaats van de handen evenwijdig te houden aan elkaar, plaats je de linkerhand hier in de plooi van de rechter elleboog, met de handpalm naar boven, rechterhand tegen de andere elleboog. Oké. Heel goed. En dan benen activeren, wreef in de mat, knie weg van de mat, bekken in de mat. Dan ga je de handen duwen tegen de bovenarm, waardoor dat je precies jezelf, je borstkas naar voren trekt en je abdomen begint te verlengen met actieve benen. Verleng je abdomen, schouders komen laag, borstkas en hals open. Oké, ontspannen. Doe dat nog eens. Je duwt met je handen tegen je bovenarmen,
Benen zijn actief. Verleng de voorkant. Als dat te makkelijk is, dan kan je je armen een beetje naar voren brengen. Dan kan je hetzelfde doen. Je activeert de benen, brengt de armen naar je toe. En verlengt je abdomen. En eventueel je knieën plooien. Voeten heffen. Knieën heffen. Of toch proberen. Om je abdomen te verlengen. Oké, ontspan. Plaats twee handen op elkaar, je voorhoofd op je handen en rust even uit. Vind je adem terug. En voel het effect van al deze houdingen. Oké, dan komen we terug naar die voorgaande oefening. Met de ellebogen onder de schouders, de onderarmen. Evenwijdig aan elkaar. Vergeet niet om de ellebogen extra dicht te zetten en ze dan naar buiten te duwen, zodat je even rolt over die huid. De handen zijn ook evenwijdig aan elkaar. Die kijken naar elkaar hier. En dan actieve benen, ellebogen een beetje naar je toe trekken om je abdomen te verlengen. En je duwt de ellebogen naar binnen en naar beneden. De schouderbladen bewegen uit elkaar. Borstkas blijft open, hals blijft open. Oké, heel goed. Ja, ontspan, we zetten nu de tenen in de mat. We gaan nu hetzelfde doen, maar het bekken komt naar omhoog. Het zal een beetje een grotere uitdaging zijn. Dus, je begint met je knieën weg te heffen van de vloer, zodat je benen actief worden. Ellebogen naar je toe, naar binnen en naar beneden. Borstkas open, hals open. Bekken naar omhoog. Duw je ellebogen onder je, naar binnen en naar beneden. Onderarmen ook naar beneden. Hals open, borstkas ver weg van je bekken. Blijf ademen. Diep in en uit. En ontspan. En kom opnieuw even neerliggen. Oké. Kom dan op handen en knieën. En we gaan eens kijken hoe het nu voelt om in Chaturanga te komen. Dus je handen iets breder dan je schouders. Je draait je ellebogen naar binnen, zodat de voorkant van de ellebogen, dus de binnenkant van de ellebogen, naar voren kijkt liever. Duw je knieën even open, zodat je abdomen verlengt. Je borstkas kan wegbewegen van je bekken, hals open. En dan in die positie, met de ellebogen goed naar binnen, kom je naar voren en beneden. Ellebogen blijven boven de polsen. Je komt naar voren, duw je handse hand in de mat en kom terug recht. Heel goed. Misschien heb je gemerkt dat je nu meer kracht hebt in de armen, omdat die kracht vanuit de schouders komt. Misschien ook niet. Dat vraagt een beetje oefening. Maar dat zijn heel goede oefeningen om de serratus in die positie te versterken en je schouder meer te stabiliseren, borstkas meer kracht te geven om te openen. Oké. Natuurlijk zit er in een zonnegroet zit er ook een hond. Er zitten er eigenlijk twee. Een hond met gezicht naar boven, een hond met gezicht naar beneden. En vanuit Chaturanga, hier, komt men in de hond met gezicht naar boven. Het is een vrij delicate positie, vaak voor de meeste mensen, voor de onderrug.
Het komt nogal vaak voor dat mensen gewoon gaan hangen. Hè? Dat je gewoon je bekken laat hangen en dat je onder in een sterk verkorte positie komt. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat je probeert om verlenging te creëren in je abdomen. En hoe kan je dat doen? We gaan dat eens opbouwen. Je komt opnieuw op handen en knieën. Je duwt je knieën uit elkaar, verlengt je abdomen, waardoor dat de buitenzijde van je heupen actief is. En dan kom je een beetje naar voren, meer gewicht op de handen. Ja. Ellebogen duw je een beetje naar elkaar. Binnenkant van je elleboog wees naar voren. Plooi je elleboog een beetje. En dan breng je je bekken naar voren. Je ellebogen blijven gebogen. En je probeert je heupen actief te houden. Dus je duwt je heupen uit elkaar. En je probeert je borstkas weg te heffen van je bekken. Ik doe dat door mijn handen in de richting van mijn benen te trekken. En dan kom ik vanzelf op mijn wreef gesteund. Abdomen verlengd, schouders blijven laag, ellebogen blijven gebogen. Je ziet zelfs dat mijn mat begint te krullen en onder mij komt. En van hieruit gaan we dan gewoonlijk naar de houding van de hond. Mijn gezicht naar beneden. Maar we gaan dat niet zomaar doen. Kom even zitten. Op je knieën, op een krukje of in kledermaker zit. En vind je adem. De positie van de armen in de hond is deze. Dus van opzij bekeken zijn mijn armen voor mijn gezicht. Als er meer opening komt in de oksels, dan kan ik mijn oksels openen zonder dat de trapezius actief wordt. Dus dat betekent dat die schouder hier, dat die laag blijft. Dus als we dat nu aan één kant zouden doen, zou ik eigenlijk mijn linkerhand op mijn rechterschouder plaatsen en dan met het gewicht van die hand die schouder naar beneden laten, zodat mijn trapezius ontspannen blijft. En dan ga ik eigenlijk mijn schouder naar beneden duwen met deze hand. En dan probeer ik mijn arm te heffen. Op een bepaald punt wordt dat moeilijk. Zeker als we niks doen met de serratus. Wanneer wordt dat iets makkelijker? Dat wordt makkelijker als ik mijn elleboog naar voren en naar binnen begin te draaien. Waardoor mijn bovenarm naar buiten draait en schouder verbreedt. Het spijt mij, de anatomie is wat dat ze is. Hè. Met al die draaibewegingen, ik hoop dat dat duidelijk is, in exorotatie, in buitenwaartse rotatie en het schoudergewicht. Want als je dat doet, en je draait je bovenarm helemaal naar buiten, dan kan je op een andere manier je arm beginnen heffen. Terwijl je de schouder laag kunt houden. Maar om dat te kunnen doen, als je dat enkel doet van het schoudergewicht, dan is er een ruimte tekort. Waarom? Voel maar eens aan je schouderblad. De bovenkant van je schouder hier. Als je vanuit je nek naar beneden komt, dan kom je hier op een plaatje uit. En er is ook een rand aan dat plaatje. En daar, als je dan je arm draait, dan voel je dat er daar beweging is. De kop van de humerus, van de bovenarm, die draait daaronder. Ik weet niet of je dat kunt voelen. En dat plaatje, dat blijft stilzitten. Dat plaatje hier, dat plaatje is ook verbonden met sleutelbeen. Dus als je gaat voelen naar je sleutelbeen hier van voor. Hè? Sleutelbeen is zo'n prettige kromming. Dus als je je schouder heft en terug laat zakken, dan beweegt het sleutelbeen ook mee op en neer. Dat is een manier om sleutelbeen te vinden. En dat heeft een verbinding met dat platte deeltje hier. En dat platte deeltje is eigenlijk de bovenzijde van het schouderblad. Die bovenzijde maakt ook een kom waarin dat de kop van de bovenarm zit. Nu, als we dus gewoon het schouderblad laten hangen zoals dat nu hangt, spontaan, en je beweegt dan je arm naar boven, en dan duwt de bovenarm tegen dat dak hier. Dat noemt ook het schouderdak. Dus dan is er geen plaats om verder naar boven te gaan. Wat dat je ook uitsteekt, het zal niet goed komen. Hoe meer dat je je arm naar binnen draait, dus mensen met een
neiging om de schouder te luxeren, opletten in u, want anders ga je eigen schouder eruit halen. Als je je arm naar binnen draait, ga je nog een beetje verder naar boven, maar dan ga je eigenlijk de arm uit de kom trekken. Dat is niet interessant. Dat is ook heel pijnlijk als die er echt uitziet. En dan is er maar één remedie, dat is er hard aan trekken en er hem terug in laten komen. Oké. Dus dat gaan we niet doen. Als je de arm naar buiten draait, is er meer contact van de kop van de bovenarm met schouderblad. En dan stoot die tegen dat schouderblad. Dus het enige wat je kunt doen, is je schouderblad meer naar voren laten komen. Het onderste schouderbladpunt naar beneden en naar voren. En daardoor kan je je arm beginnen heffen. Dus eigenlijk dat schouderblad, als dit mijn schouderblad is, op de zijkant van mijn borstkas, dan draait dat eigenlijk zo naar boven. Waardoor dat schouderdak meedraait naar boven, en we dus die bovenarm die anders hier vast zit, meer naar boven kunnen laten gaan. En als we dan nog verder willen, als dat al stopt, dan is er maar één remedie meer om die arm nog hoger te krijgen. Dat is eigenlijk een achterwaartse buiging doen met de romp. Dus de borstkas weggeven van het bekken. En zo komt de arm helemaal naar boven. Tenzij dat er meer en meer opening komt hier in de handse oksel. Want dat is iets die dat kan tegenhouden. Ik kan je voorstellen, als er hier, als ik zo een verbinding maak tussen mijn elleboog en de onderkant van mijn schouderblad, als er allemaal touwtjes zouden zijn, dan krijg je die arm helemaal niet meer naar boven. En er zijn twee spieren, of meerdere spieren, die dat eigenlijk proberen te doen. En dat is een spier die loopt van de achterkant hier, van het schouderblad. En zo die flap die je kunt vastpakken, helemaal naar beneden. Dat is de latissimus dorsi. En als je die, wanneer wordt die actief? Als je je schouder naar beneden trekt, dan kan je dat voelen tot aan je onderrug hier. Dat is een grote spier die over de handse rug loopt, die het schouder naar beneden brengt en de schouderblad en het bekken naar elkaar toe trekken. Dat is een niet zo interessante spier als je de wervelkolom wil verlengen. Een andere spier is de triceps. De triceps die de arm strekt, die komt daar ook uit. De spier aan de voorkant is de borstspier. Dus als die borstspier hier verkort en naar voren komt, dan is het ook moeilijker om de arm in de oksel te openen. Oké. Dus voel eens met je beide armen hoe makkelijk dat je je armen naar boven krijgt. Dus je heft je armen op, langs voor, naar boven, zonder forceren. En vanzelf, als je dat doet en je komt terug naar beneden, en je legt een hand op je schouderblad, ga je merken dat je schouderblad begint te kantelen om dat toe te laten, of dat je iets doet met je borstkas om naar daar te bewegen. Of dat je schouderblad in ieder geval voelt wegdraaien. Hoe meer dat je lichaam dat door heeft, hoe meer dat je lichaam dat vanzelf gaat doen en dat schouderblad hier naar voren gaat trekken. Dus je kan ook proberen om met je linkerhand je rechter schouderblad vast te pakken. Rechterarm naar beneden. En dan ook eens te proberen, wat gebeurt er als ik mijn arm tot op 90 graden breng en dan meer naar boven. Dan ga je voelen dat dat schouderblad meer naar voren begint te komen. Hoe meer dat naar voren komt, hoe meer ruimte in de schouders. Oké. Dus als je in de houding van de hond komt, met gestrekte armen, zoals dat traditioneel gedaan wordt, dan moet je heel veel kracht kunnen ontwikkelen in die spieren die je schouderblad in die positie, in de juiste positie brengen. En dat is die serratus anterior. Als je daar geen kracht in hebt, dan wat gaat er dan gebeuren? Om daar te komen, ga je de schouders, de armen en schouders naar binnen draaien, op de trapeziusspier gaan hangen, die nekspier, en dan ga je proberen je oksels te openen. En dat kan. Maar dan is het niet zo functioneel dit. Okay, dat zal zorgen voor heel veel spanning in de nek. En daar zit al zoveel spanning. De houding van de hond is eigenlijk bedoeld om net de schoudergordel te activeren, te versterken, zodat de borstkas open kan en je hals en nek lang kunnen worden. Zodat er een betere doorstroming is van of betere connectie is tussen het brein en de rest van je lichaam. Oké. Hoe komen we daar nu? Je zet je handen heel breed. Veel breder dan wat je gewoon bent. Dus als het nu
als ik nu mijn gewone mat zou nemen, dan zijn mijn handen naast de mat. Heel breed. En je handen zijn niet onder je schouders, maar je handen zijn ook een beetje naar voren. Dus ik bots hier eigenlijk al een beetje de houding na die we gaan hebben in de houding van de hond, maar je zegt naar beneden. Even de knieën naar buiten duwen, zodat je je abdomen kunt verlengen. Okay. En dan plooi je de ellebogen. En je probeert de ellebogen te plooien zonder dat je borstkas dichter komt bij de vloer. Dus het is eigenlijk ellebogen naar beneden, borstkas weg van de vloer. Probeer die beweging een paar keer te maken. Dus gewoon van relatief passief gestrekte armen. Breng je de ellebogen naar beneden en een beetje naar binnen. Borstkas blijft op dezelfde afstand of beweegt dus eigenlijk weg van de vloer. En de cue zit hem in de ellebogen. De truc zit in de ellebogen. Ellebogen bewegen naar binnen. Ellebogen bewegen van je af. Okay, zodat je schouderbladen breed worden. En dat op zich kan al lastig zijn. Wat gebeurt er dan vaak in de handen? Dit. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien, maar de kneukel van mijn wijsvinger komt naar boven. Mijn duim en mijn wijsvingers komen dichter bij elkaar. En ik steun nog enkel op de buitenste rand van de hand. En dat is niet de bedoeling. De kneukel van de wijsvinger duw ik naar beneden. Duim duw ik naar beneden. Top van de wijsvinger naar beneden. Vingertoppen naar beneden. Elleboog naar binnen. Elleboog van mij af. Borstkas open. Dan kan je de tenen in de mat zetten en je knieën openduwen. Bekken naar achter omhoog bewegen. Blijf gewicht houden op je handen. Blijf je ellebogen naar binnen bewegen en in de richting van de vloer, borstkas weg van de vloer. Oké. En ontspan en kom daaruit. En dan voel je dat er van alles gebeurt in die ganse zone van je oksel. Een oefening die helpt om die spieren daar aan de achterkant mee te stabiliseren. En wat ik spreek eigenlijk vaak over de serratus. Op een bepaald moment kreeg ik de bijnaam van professor serratus. Klinkt wel, hè? Professor serratus anterior. Maar er zijn ook spieren aan de achterkant van het schoudergewricht die de bovenarm naar buiten draaien. En dus op die manier ook het schoudergewricht stabiliseren. En dat is een rotator cuff. Dat zijn een drietal spieren die samenwerken om deze beweging te maken. En we gaan die eens goed activeren. En ik toon het eerst zo, zodat je de juiste positie kunt vinden. Dus je brengt je elleboog en je zij en een beetje naar voren. Zodat je schouderblad ver weg is van de wervelkolom. Okay. Als ik mijn elleboog te veel naar achter beweeg, dan zit mijn schouderblad te dicht bij de wervelkolom en dan ga ik nooit in die spieren terechtkomen. Dus de schouder, elleboog beweegt een beetje voor mijn romp. Dus hier, bekkenkam, juist daarvoor. En ik ga mijn elleboog een beetje openen. Dus geen hoek van 90 graden, een beetje openen. En dan ga ik de schouder vastnemen en de bovenarm naar buiten draaien. Dat is de beweging die we willen. Maar op deze manier, als we die, dat is geen slechte oefening, maar het zal zeer lang duren voordat we meer kracht ontwikkelen in die rotator cuff. Dus je gaat dus zo ver mogelijk naar buiten. Zo ver mogelijk naar buiten en daar probeer je een grotere contractie te krijgen. Dus als je hier vooraan een beetje heen en terug wikkelt, dan heeft dat niet veel effect. Het is echt aan het einde van de beweging, zo ver mogelijk in die exorotatie en schoudergewricht. Terwijl dan mijn schoudertop naar voren blijft wijzen. Oké. En we gaan dat doen terwijl we neerliggen. Sommigen onder jullie herinneren zich zeker deze oefening. Je onderste been is gestrekt, het bovenste been is naar voren. En je steunt met je hoofd op een kussen of een blokje. Mijn rechter elleboog is net voor de heupkam, is een beetje naar voren. Mijn elleboog is ook open, dus niet 90 graden, maar een beetje meer. 102,17. Oké.
Dat is een grapje. Oké, gewoon meer open dan een rechte hoek. Met mijn linkerhand neem ik hier mijn schouder vast, zodat ik die ver weg hou en dat mijn nek een beetje open is hier. Zie je, die afstand hier, er is hier ruimte. Als er hier ruimte is, dan is er meer ruimte voor het zenuwstelsel, kan er meer kracht doorstromen naar mijn spieren. En dan ga ik diezelfde beweging maken. Als ik te veel op mijn zij lig, dan komt mijn hand hier naar boven. Dus stel dat ik hier een gewicht vast heb, dan weegt dat bijna niks niet meer. En ik wil net een grote contractie op het einde, daar waar de beweging maximaal is. Dus je draait je borstkas naar voren. En dan kan je je hand laten ontspannen. Schouder blijft laag. Elleboog een beetje naar voren. En dan iedere keer met accent naar boven. En de enige beweging die er is, is de beweging van mijn bovenarm. Een rotatie van de bovenarm. Dit is een moment, als we live lesgeven, dat moet rondkomen om iedereen te corrigeren. Want heel wat mensen gaan de ganse romp bewegen. En als ik natuurlijk mijn ganse romp heen en terug beweeg, ja, dan gaat die hand ook op en neer. Maar dan gebeurt er niks in de schouder zelf. Dus het is een geïsoleerde beweging, enkel in het glenohumeraal gewricht, heet dat in juist anatomische termen. Het schoudergewricht tussen schouderblad en bovenarm. En als je dit doet, dan ga je merken dat dat wel wat vraagt van die spieren aan de achterkant van je schouder. En je kan dat ook voelen op andere plekken in je schouder, in het kapsel en zo, omdat er daar door die beweging komt er ook stretching. En wordt het bindweefsel uitgenodigd om los te laten. Oké, en dan doen we straks de andere kant, maar kom eerst even terug in onze voorbereidende houding voor de hond. Je handen zijn breed, ver naar voren. Verder naar voren dan je schouders. Je knieën zijn onder je heupen, duwt je knieën een beetje open. De vingers wijzen naar buiten. Oké, dan ga je eerst de ellebogen beginnen plooien. Borstkas beweegt weg van de vloer, ellebogen naar de vloer. En je beweegt ze ook naar binnen. En dan ga je misschien merken dat de rechterarm die we gedaan hebben, dat makkelijker vindt om dat te doen. Omdat er in die rotator cuff, die ondersteunt die beweging om die ellebogen daar te houden, schouderblad op zijn plaats te houden. Oké. En kan je eventueel je bekken een beetje naar achter bewegen. Je kan zelfs eens proberen om je knieën even te heffen en terug neer te plaatsen. Dan hou je ellebogen naar binnen. Oké. En dan doen we de andere kant. Dan gaan we liggen op de rechterzij. Blokje onder je hoofd. Je draait je borstkas voldoende in de richting van de vloer. Je linker elleboog is ter hoogte van de heupkam, maar een beetje naar voren. En die hoek in je linker elleboog is open. Met je rechterhand hou je je schouder stabiel en dan enkel bewegen in de bovenarm. In het gewricht tussen de bovenarm en dat schouderdak. En dat schouderdak heb ik hier vast. En je probeert zo veel mogelijk in exorotatie te komen in dat gewricht. Iedere keer een maximale contractie op het einde van de beweging. Oké, en dan even ontspannen. En dan komen we terug in die houding van de hond. Dus je handen hoe breed, een beetje naar voren. Knieën onder het bekken, duw je knieën open, zodat je de buitenzijde van je heupen activeert om je abdomen te verlengen. De handen blijven plat, ellebogen komen naar beneden, maar niet de borstkas. Ellebogen komen naar binnen. En je houdt die ellebogen in die positie.
Je blijft de ellebogen, je laat ze reiken naar beneden. En zorg dat de ellebogen niks liever willen dan neerkomen op de vloer. Je kan je tenen in je matje zetten en dan open je oksels. Duw je ellebogen van je af. En dan hou je je ellebogen naar binnen. En wat er helpt is om te focussen op de knuckel van je wijsvinger. Dus je duwt de knuckel van je wijsvinger naar beneden, terwijl je de ellebogen naar binnen duwt en in de richting van de vloer. En dan hef je de knieën op. Je mag de knieën gebogen houden. En je kan je oksels beginnen openen. Maar je houdt je ellebogen naar beneden, naar binnen. En je laat ze van elkaar, laat ze wegbewegen van je romp. Diep ademen. En als je diep inademt, dan ga je voelen dat de serratus nog meer werkt. En kom daaruit. Ontspan. In het begin is het goed om kleine beetjes te doen. Het was een vrij zware oefening om te doen met een spier die daar niet gewoon is. Oké, dus we hebben de hond gedaan met gezicht naar boven, hond met gezicht naar beneden. En dan komen we terug, dus we zijn al ongeveer halverwege de zonnegroet. En een van de dingen die we ook doen, is de krijger. Ja. En die hebben we al voorbereid daarnet. En om een beetje souplesse te krijgen, kunnen we de volgende oefening doen. Want er is in een zonnegroet wordt er gevraagd om in beweging te komen, om gemakkelijk vanuit de hond, hè, om van hieruit naar voren te stappen. En dan kan je, als je armen goed open zijn, dan kan je op een inademhaling ga je alles verlengen en dan ga je met je linkerbeen bijvoorbeeld naar voren komen. En, okay, en terug naar achter. En dan met je rechterbeen naar voren komen tussen je handen en terug naar achter. En dat is niet zo evident om dat te doen. En alles daarbij is afhankelijk van de verhouding tussen je armen en je benen. Dus neem eens een blokje. Twee blokjes, liever. En zet die blokjes vooraan op je mat. Als je niet zeker bent, dan kan je ze platter zetten. Voilà. Hier. En dan kom je in iets als de hond staan. Jouw versie van de hond. Ja. En dan beweeg je je linkervoet naar voren. Tussen de blokken. En terug naar achter. En dan rechtervoet naar voren, tussen de blokken en naar achter. Ja? En dan merk je dat dat plotseling veel makkelijker is. Oké. Je moet dat niet te veel doen, zeker niet als je schouderklachten hebt. Dus die hele opeenvolging is eigenlijk gemaakt voor mensen met zeer lange armen. Echt waar. Er zijn bepaalde verhoudingen in het lichaam en als je die niet hebt, dan wordt dit veel moeilijker, al die transities. Dus daar zijn er trucjes voor om dat op te lossen. Een van de trucken is dat je altijd blokken klaarstaan hebt om naar voren te komen. Een andere truc die ik zelf vaak gebruik, is dat ik eigenlijk langs de buitenkant kom met mijn voet. Dus in plaats van dit op te trekken en helemaal naar voren te komen, dat ik eigenlijk deze hand, mijn rechterhand, een beetje opheffen en een zwaaitje maken naar buiten. Om makkelijker in die houding te komen. Terug naar achter is iets minder moeilijk. Maar naar voren, je kunt dat eens een paar keer proberen. En dan kom je makkelijker in die houding. En zo zie je, in fysio-yoga, als we de gestrekte driehoek gaan doen, dan moet je eigenlijk aan het voorbereiden zijn daarop. En ik vraag dan om de oksel voorbij de knieën te plaatsen en de hand voor de voet of een beetje naar buiten en op die manier lengte te creëren. Dus als er meer lengte komt hier, dan wordt het op de duur ook makkelijker om langs de voorkant toch naar voren te komen. Dus het is een combinatie van lichaamsverhouding, kracht, souplesse en behendigheid. Oké. Als het nu niet lukt om in de flow van
de zonnegroet. Echt naar voren te stappen en van daaruit in de krijger te komen. En dan kan je dat ook doen met tussenstapjes. Je kan bijvoorbeeld op één knie blijven zitten, je rechtervoet naar voren zetten. Dat is de eerste stap. En dan eventueel zelfs met een blokje ter ondersteuning komen staan. En ik geef dat maar mee voor het geval dat je, als we ooit een flow doen, en we doen alle bewegingen aan elkaar, zodat je een paar opties hebt om mee te spelen. En er is niks fout. Je probeert gewoon zo elegant mogelijk van de ene houding naar de andere te komen. En soms ziet dat er dan nog altijd niet elegant uit, en dat is ook oké. Okay. Een idee van die zonnegroet is ook dat je zo in beweging blijft, dat je ook kan blijven ademen, dat je in een flow terechtkomt. Dus een beetje beweegt zoals doorheen water en dat alles stroomt van het ene naar het andere. Okay. Dus kom nu eerst met je linkervoet naar voren en je rechtervoet naar achter. En je kan steunen met je beide handen op je voorste knie. En doen we eerst even het achterste been. De achterste been gaan we opnieuw die belspier activeren. Met je belspier duw je je bekken naar voren in deze richting, zodat je precies zou willen je beide heupen op hetzelfde vlak brengen. Je achterste knie is gestrekt en je duwt de hiel naar beneden. Je steunt met de grote teen. En de andere tenen laat je eigenlijk zo precies wegzweven over de vloer. Je knie is goed gestrekt, belspier is actief. Je draait met je belspier je heup naar voren. Dat is de eerste stap. Je probeert ook je linkerheup niet naar links te laten vallen, maar je duwt je linkerheup in de richting van je rechterhiel. En zo creëer je al wat stabiliteit. Dan gaan ze de armen naar boven brengen. Langs zij. Traditioneel gaat men de armen strekken, handpalmen tegen elkaar. Dat is niet nodig. Hou je armen in een open V en draai je schouders naar voren. En die beweging die komt eigenlijk van onderuit. Dat gestrekte been, die belspier die werkt, die heup aan de voorkant die open kan. En dan kom je naar voren met de schouders. En van hieruit kom je naar beneden. Handen, zijkanten van de mat. En dan gaan we wisselen van kant. Op de een of andere manier. Steun met beide handen op je voorste knie. Strek je achterste been heel krachtig. Linkerbelspier is heel actief. Duwt je linkerheup naar voren en beneden. Je steunt op de grote teen. De andere tenen die zweven weg van de grote teen. Oké, je draait je linkerheup naar voren. Dan kan je ook je rechterheup activeren. Rechterheup duwt in de richting van je linkerhiel. Armen komen naar boven in een grote V. Je draait je schouders naar voren, zodat je borstkas helemaal naar voren gedraaid is. En die draaiing die komt van onderuit. Oké, dan kom je terug naar voren en beneden. En je komt terug op handen en knieën. Open je knieën. Breng je bekken naar achter in de richting van je hielen. En dan kan je kiezen ofwel heb je een blokje om je voorhoofd op te plaatsen. Ofwel je handen of je voorhoofd komt tot tegen de mat. Je armen kunnen boven je hoofd blijven liggen of langs je knieën naar beneden. En laat even je hele lichaam ontspannen in die houding. En laat je adem zakken tot diep in je bekken.
Je komt er dan langzaam uit en kom zitten op je hielen. Je kan eventueel een blokje steken onder je bekken om makkelijker te kunnen zitten. Met minder druk. Probeer ook je voeten niet te sikkelen. Zorg ervoor dat je tenen recht naar achter zijn. En dan duw je met je handen dicht bij je bekken naar beneden. Je schouders mogen naar boven komen. En dan hef je je borstkas weg van je bekken. Duw je heupen uit elkaar, zodat je abdomen nog meer kan verlengen. Borstkas wegheffen van je bekken. Schouders laten ontspannen. En open de voorzijde nog een beetje meer. Open. Reik met je kin naar voren en naar boven. Dus ja, de achterzijde van je nek is lang. Dus je gaat niet breken, maar je reikt naar voren en naar boven. Het schuin naar voren. Borstkas gaat ook schuin naar boven. In dezelfde richting. Je duwt, dus je draait je dijbenen een beetje naar binnen, duwt je heupen open. Diep in en uitademen. Schouderbladen zijn breed. De schoudertoppen die komen een beetje naar voren en naar buiten. En dan ga je ontspannen. Je komt een beetje uit die achterwaartse buiging. Maar je houdt je hoofd boven je bekken. Je hals is open. En voel even naar die positie van je bekken. Je wervelkolom. Je schouderhordel. De schouderbladen die breed uit elkaar staan. De hals die open is en je hoofd die balanceert. Bovenop de wervelkolom en boven je bekken. Dan ga je dan neerleggen op je rug. En dan liggen we je benen gebogen. En je armen open. Je handpalmen zijn op de vloer, zodat je een beetje stabiliteit kunt ontwikkelen. Trek je kin niet naar beneden, maar laat je hals gewoon ontspannen en open zijn. Zodat je nek hier een beetje een curve heeft. Een holle curve. En dat diezelfde curve ook te voelen is hier in je onderrug. Dus je duwt die holtes niet naar beneden. Oké. En dan met je voeten nog op de vloer, ga je je knieën naar rechts laten bewegen. En je hoofd gaat eigenlijk vanzelf een beetje naar links komen. Je voeten blijven op dezelfde plaats. En dan kom je terug naar het midden en beweeg in de andere richting. Zo laat je je hele wervelkolom draaien. En observeer wat er gebeurt in je wervelkolom, in je rug en in je flanken. Oké. En als dit heel comfortabel voelt, dan kan je dit blijven doen. Of je kan de volgende optie kiezen. En daar ga je de knieën voor heffen boven je bekken. Maar let op, als je knieën te dicht naar je toe beweegt, dan ga je merken dat je onderrug meer in de richting van de vloer komt. En dat willen we niet. We willen een holle onderrug. Dus je knieën die blijven boven je bekken. En dan ga je op die manier je knieën naar links en naar rechts bewegen. Het vraagt een beetje meer inspanning van de dwars- en de schuine buikspieren.
En houd de knieën op heupbreedte. Okay? Dus je duwt ze niet tegen elkaar. En je probeert ook je schouderbladen rustig in de vloer te houden. Hou je hals open. Hou je abdomen lang. En hou je knieën in het vlak boven je bekken. Je knieën bewegen niet naar je toe. Zeker niet als ze naar beneden komen. Integendeel, dat creëert het gevoel dat ze wegbewegen van jou. En laat die beweging steeds langzamer worden. Zodat je meer details kunt waarnemen. Zodat je probeert om wervel voor wervel te voelen. Hoe die draaien. Hoe die in beweging komen. Hoe die beweging ten opzichte van elkaar. Oké, dan kom je terug naar het midden. Laat je voeten, eens je in het midden bent, terug landen. Laat je benen strekken. En maak je eens heel lang. Je reikt met je voeten weg van je kruin. Je kan ook je armen boven je hoofd houden. Dus je maakt ze zo lang mogelijk. En dan laat je de armen ontspannen naast je romp, handpalmen naar het plafond. En laat je benen ontspannen, je voeten rollen open. Als je een dekentje nodig hebt, dan kan je dat nemen. Dan even ontspannen. En je draait je hoofd een beetje naar rechts. En je blijft in die houding liggen, met je hoofd een beetje naar rechts. En je beeld je in dat de afstand tussen je linkerkak en je linkerschouder groter wordt. Helemaal vanzelf. Je doet niks. Je laat gewoon je lichaamsgewicht neerliggen. Je ademt spontaan. Je beeld je in dat je handse linkerarm langer wordt en al de beenderen uit elkaar bewegen en verder weg bewegen van je linkerkaak. Zodat steeds meer ruimte tussen de linkerhelft van je gezicht en alle beenderen van je arm, je bovenarm, onderarmen, de beenderen van je onderarm, de handbeentjes, de vingers. Hoe de afstand tussen je kaak en je schouder, een sleutelbeen wordt groter. Alle ribben. Die bewegen weg van het centrum, weg van je gezicht. Zodat er meer ruimte ontstaat tussen de ribben. En tussen je gezicht en de ribben. De beenderen van de linkerhelft van je bekken. Die verruimen en de afstand tussen je gezicht, de linkerkaak en de beenderen van je bekken wordt ruimer. Alsof je darmbeen verder naar buiten beweegt en verder weg van je gezicht. Zo ook je heupgewricht, je dijbeen, je kniegewricht, je onderbeenderen, alle botjes van je enkel en je voet. Zodat steeds meer ruimte tussen al die gewrichten, steeds meer afstand weg van de linkerhelft van je gezicht. Je voelt
je hele linkerzijde in expansie gaat, ruimer wordt. Meer afstand tussen al die gewrichtjes. En beweeg je je hoofd een beetje terug naar het midden en in de andere richting naar links. En observeert je rechterzijde van je gezicht, rechterkaak. En je voelt hoe de afstand tussen je rechterkaak en je rechterschouder groter wordt. Je hals wordt langer. De afstand tussen je rechterkaak en alle beenderen van je arm, je rechterarm, wordt groter, dus er ontstaat meer ruimte tussen schouderblad en rechterbovenarm en de elleboog, tussen de radius en de ulna, tussen die beenderen van je onderarm, tussen alle botjes van je pols en je hand en je vingers. Steeds meer ruimte. Voel ook hoe de ribben, de rechterzijde van je borstkas, verruimen en wegbewegen van de rechterhelft van je gezicht. Steeds meer ruimte om te ademen, ruimte tussen de ribben, ruimte weg van je gezicht. Voel de beenderen van je bekken, je darmbeen, wegbeweging van je heiligbeen. Je heup, wegbeweging van je rechterkaak. Steeds meer ruimte in dat heupgewricht. Tussen alle gewrichten van je rechterbeen, bovenbeen, je kniegewricht, de onderbeenderen, de beentjes van je enkel en je voet. Steeds meer afstand tussen al die beenderen en de rechterhelft van je gezicht. Voel hoe je hele lichaam expandeert. En breng je gezicht terug naar binnen. Je armen en je beenderen. Je benen zijn helemaal verruimd, verlengd. En voel nu hoe je heilige been verder weg beweegt van je kruin. Je staartbeentje, heilige been. En hoe er steeds meer ruimte ontstaat tussen alle wervels. Alsof je wervelkolom langer en langer wordt en weg beweegt van het centrum. Dat er steeds meer ruimte is, ook tussen jouw voor- en je achterzijde. Je schedel beweegt weg naar boven. En al de beenderen van je schedel bewegen uit elkaar. Voel hoe je achterhoofdsbeen naar achter beweegt, je kaakbeenderen opzij, je voorhoofdsbeen naar voor en open. Beenderen aan de zijkant van je schedel uit elkaar. Voel hoe je hele lichaam al die beenderen vanuit het centrum steeds verder in expansie gaan. Steeds meer ruimte tussen al die beenderen.
in die ruimte blijf jij aanwezig. Laat dan je adem terug een beetje dieper worden. Voel het gewicht van je lichaam. Hoe het gewicht van je lichaam neerligt op je matje. Je hielen, je bekken, je schouders, je achterhoofd, je armen. Voel je gewicht, je lichaam, je adem. Laat dan je handen en je voeten in beweging komen. Je armen en je benen. En rek je eens goed uit. En rol dan op een zij. En kom zitten. Je kan komen zitten op een blokje. En verbind je nog eens met het gevoel van ruimte in je lichaam. Die expansie in alle richtingen. Maar nu terwijl je neerzit. Dus je voelt nog wel je gewicht. Je voelt je kern, je centrum, je hebt je adem. En je voelt die volledige verruiming in alle richtingen. Naar boven, naar beneden, voor, achter, links, rechts. In alle dimensies. En voel in die ruimte de beweging. De beweging van je adem, de beweging van je bloedstroom, van de lymfe, van je organen.
Breng je handen samen voor je borstbeen. Voel de ruimte van je hart. Namaste. Als je wil, kan je nog even blijven zitten. Je kan afsluiten. En nog even nagenieten van die stilte.